Dit is zo'n mooie auto. Dit is officieel de auto van onze buurman. Van mijn buurman. En van Roos' buurman ook. En ik laat even zien waar we allemaal onze stickers hebben op de auto. Kijk, hier hebben we hem. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 14 oktober 2021. Ik wou zeggen 2014, maar dat klopt niet. Nee, dus ik ben jarig vandaag. Ja, 7 jaar. Dus ja. En hij zit nog in de auto. Hij ligt nog in de auto. Ja. Mijn portemonnee. Maar oké. Lekker handig. En welke auto staat er weer hier mooi? Ja. Deze mooie dikke vette BMW. Ja. De Nederlandse vereniging van makelaars. Ik zal het even tegen Alex zeggen. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja. Dit is zo'n mooie auto. Dit is officieel de auto van onze buurman. Van mijn buurman. En van Roos' buurman ook. Yep, officieel gezien. Als je bent getrouwd, ook al wel je niet samen. Maar oké, dit is mijn mooie autootje. Yes, ons mooie leenauto. Dup. Nee, die rijdt niet. Ik zie niks hoor. Nee, die gaat die kant op. Dus, oh ja, nou, ja, joehoe. En nou ben je er al uit. Koekoek, had je maar eerder moeten wezen, vriend. Ja, dat is toch handig? De weg blokkeren. Is handig toch? De weg blokkeren. Huh? Oeh, gaat het? Nee, dat heb ik in de gaten. Dus ja. We gaan er van tussen. Gaat dat niet? Nee, heb ik in de gaten. Schat. Ja, wij gaan er van tussen. Dag, mooie autootje van ons. Tweede autootje. Yay! Zo, daar ben ik dan even. Ik zit nu even alleen in de auto. Ja. Roos even binnen bij de Turkse winkel, Turkse winkel Oostland Market. Ik wil even graag wat vragen aan jullie. Hè? Gewoon zomaar even een random vraag. Stel, je woont nog bij je ouders, hè? Stel. En je wil eigenlijk graag een koopwoning kopen. Maar wat is dan handig? Ga je dan al gelijk een huurwoning huren, terwijl je er eigenlijk nooit in zit? Weet niet. Of ga je dan in een huurwoning zitten en dan gewoon goede contacten maken met je buren? En dan zo sparen? Of ga je gewoon, wat ik net al zei, bij je ouders inwonen, daar eigenlijk nooit wezen en sparen voor je koopwoning? Terwijl je eigenlijk in principe, naar mijn idee hoor, beter nog dan bij je ouders, broers, zus kan blijven wonen. En dan die huurwoning aan iemand anders geven die het onwijs hard nodig heeft. Want ja, waarom zou je dan in een huurwoning zitten terwijl je er eigenlijk nooit bent? Om ook niet om te slapen, lijkt mij. Ja, dat is even een dilemma waar, wat ik wel heel veel hoor in de wijken. Wat gewoon heel erg speelt. En ik hoor het steeds meer om me heen dat mensen gewoon een huurwoning gaan huren. En dan niet in hun eigen woning gaan slapen, maar dan gewoon elders. En ja, je houdt gewoon een... schat, ik ben zo net even aan het vertellen over huurwoning en koopwoningen. Oh. Gewoon dat we dat heel veel horen in de wijk, omdat we dus ook in de andere... dingen zitten zoals in de buurt, et cetera. Dus denk ik zo even handig van even kijken hoe de kijkers erover denken. Ja. Want wij horen dat momenteel heel veel, omdat we dus ook lopen door de wijk, dat er dus gewoon te veel mensen dus in een huurwoning zitten terwijl ze er eigenlijk nooit niet zeer zijn. Mm-hmm. Ja, hoe denk jij erover?
Nou, je houdt eigenlijk een woning bezet die eigenlijk andere mensen heel graag willen hebben. Ja. En ja, als je toch huurt, dan kun je net goed verhuren zelf, zeg maar. Ja. Ook al mag dat eigenlijk niet onderhuren. Nee, maar dan kun je beter dan als je bij ouders of bij je broer of bij je zus of bij gewoon een familielid woont. Dan kun je beter daar blijven wonen, lijkt mij. Ja. En dan gewoon sparen voor een koopwoning als je dat zou willen. Mm-hmm. Dan gewoon een woning bezet houden, want je bent er niet. En dan kun je beter nog eigenlijk dan, of als je wel gewoon een koopwoning wil en je huurt het, gewoon goede contacten maken met je buren. Hm. Toch? Ja. Of je houdt die woning bezet inderdaad, dat je hem later kan gaan kopen. Maar dan ben je nu duur uit, zeg maar. Ja, precies. Dus ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar wij denken dus hier gewoon op deze manier over. Omdat er al dus een hele woningnood is op dit moment. Ja. Dus ja, en ja, de politie, die, daar even nog gelijk even over. Als je auto, gewoon even voor iedereen die vlogt of net wil gaan vloggen. Stel je filmt een auto. En zoals hierachter. Gaat dat? Ja, dat gaat. Maar stel ik, en ik ben dus gewoon ook aan het vloggen naar buiten toe. En er is dus iemand die klaagt over dat en dat je dus de auto hebt gefilmd. Of diegene. Het is openbaar terrein. Dus ook al zal een wijkagent of een politieagent of een BOA, weet ik veel, zeggen van joh, hey, luister. Of dat je dus buiten een politieagent filmt of wat dan ook. Het is openbaar terrein, dus je mag filmen. Ja. Je hoeft dat niet offline te gaan halen of te gaan veranderen. Het is niet nodig. Nee, dus wat niet mag is van buiten naar binnen filmen. Nee, dat is wat niet mag. Nee. Maar van binnen naar buiten filmen wel. Ja, en ook al sta je op je eigen, gewoon in je eigen tuin of wat dan ook en je filmt over je schutting heen, dan mag het ook. Want je speelt naar een openbaar terrein. Dus dat wouden we even graag meegeven, toch? Ja, helemaal goed. Dus dat. Zoals nu film ik dus naar buiten, eigenlijk. En dit is geen privéterrein, toch? Of wel? Nou, weet ik eigenlijk niet eens. Het zit er tussenin. Ja, het zit er inderdaad tussenin. Het is geen openbaar terrein. Maar het is wel besloten. Maar je mag er wel in. Ja, dus. En hier mag je ook filmen, want er staat geen huisregels dat je hier niet mag filmen, dus je mag hier filmen. Ja, het is ook geen huis. Nee. Er staan ook geen regels. Je zou in principe nu kunnen gaan. 3, 2, 1. Dit mag officieel ook niet, maar we doen het wel. Stoeprandje meenemen, schat. Ja, dat mag niet. Stoeprandjes meenemen. Dit mag officieel dus niet. En we rijden toch goed? Ja, nu wel, ja. Kijk, plaatsje. Daar is ook nog plaats. Richting aangeven. Achteruit draaien. Kijken. Ja. Boos worden. Vuist schudden. Oh lach eens naar het vogeltje. Nee, geen vogeltjes. Lach eens naar de spiegel. Nee, hier, deze spiegel. Boven. Welke van de vijf? Deze. Nee. Dat is goed, dank je. Dan loop je dus bij de Jumbo. Dan zoek je iets. Want ze hebben dus de aanbiedingen. 100 producten voor een euro. Dat is leuk, schappig. Maar dan zoek ik dus, ja, deze van Bistro voor een euro. Kan niks vinden. Nee. Dat is handig. Ik ben zelf een beetje aan het sneupen. Kijken. Maar ik kan er niks vinden niet. Nee. Heel vervelend, kan ik vertellen. Maar dat niet uit, geeft niet. Maakt allemaal niet uit. Maar Ro, die loopt ook ergens. Weet ik veel waar die loopt. Maar geen idee. Ze gaan het even meemaken of ze het kunnen vinden. En dan misschien dat achterlicht. De rode staat er nu een beetje bij me, maar ik kon het niet vinden. En de medewerker van hier kan het ook niet vinden. Dus grappig.
Ja, en Dopke Oetker is hier, maar daar is Dopke Oetker. Maar ik wil die bistro hebben, maar die bistro staat hier nergens. Dus het zal aan mij liggen, maar ik kan hem nergens vinden. Not dik niet. Dat denk ik niet. Nee, ook niet. Dus ik kan niet weten niet nu op dit moment. Want dit is patat, 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 patat. Dit zijn hamburgertjes, ook erg lekker. Maar ze zijn lekker aan het zoeken, dus laat me werken vervolgens. Dat vind ik ook erg, hè? Laat ze me werken voor een cent, hè, schat? Voor jouw cent, ja. Ja, ook dat, ja. Jij betaalt pas op de weg. Ja, ook dat. Dat klopt wel. Maar ik zie hem hier ook niet staan of zo, of liggen, weet ik het. Geen idee. Tjonge, echt. En hij heeft gehoord en dat het er moet zijn. Dus ik kan niet weten meer. Normaal kan ik alles vinden, maar nu even niet. Want dan wil je iets, maar... Ik kijk ook al hierop en op die prijskaartjes, maar... Ik kan hem echt gewoon niet vinden, niet. Ik kan niet weten, niet. Maar ja, we gaan even zoeken. Lang maar een hele goede zoek en gij zult vinden. Zo, Rodi heeft last van de warmte hier. En we hebben boodschapjes gehad. En Rodi heeft ook heel veel boodschapjes. Maar heel veel voor 50 cent, mensen. 50. Ja. Ja, en dat komt uit op een andere... Hè? Gewoon voor 50 cent, behalve die twee dingen van een euro. Ja, dat is waar. Maar je hebt nou wel weer wat lekkers, denk. Ja, een mango van een euro. Oeh, hij is wel groot, want dat zag ik... Die was de grootste. Hé, meen je niet? Ja. Wacht. Hoe? Zo groot. Zo dan. Wauw. Kikken. Dat is alleen maar beter, ja toch? Ja. Nou, we gaan de auto inladen. Het is nu 5:05. En dan is het mijn telefoon opladen, gaat Roos zo weer naar huis, gaat hij slapen. En dan ga ik weer collecten lopen samen met mama. Mama die loopt dan wel in Den Helder en ik dan hier. Voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Yeah, joepie de poppie. Zo, autootje open, kofferbak open. En zo. En wij gaan nu inpakken. Oké, zal ik eerst even een tas pakken voor mij ook? Tas. Zo, helemaal goud. Zo. Ja, wacht even. Ik ben nog niet zo ver. Nog niet zo ver hoor. Nee. Kijk, nou eerst die. Zo. Zo. Klop. En dan deze er ook bij. En dan hartstikke mooi. Kijk, weer een tasje. Helemaal goud. Zo. Rodi ligt het net anders neer. Zodat het niet handig is. Zo. Zo. Ja. Kijk. Alles zit in de auto. Die zit dicht. Nou, en ik laat even zien waar we allemaal onze stickers hebben op de auto. Kijk, hier hebben we hem. We hebben hem hier aan de zijkant. En dan hebben we hem hier aan de zijkant. En dan hebben we hem hier aan de voorkant daarboven. Yes. Dus... Ja. Ja, toen was ik weer lekker thuis. Yeah.
bijna 2 uur gelopen. Ja, mag niet klagen, nee. Dus dat doe ik ook lekker niet. Ik zit even te kijken naar auto's, maar mijn broer is er niet. Nee, met zijn dikke grote dikke BMW. Nee, die is er niet. Nee. Dat is shit happens, ja. Ja. Maar dat maakt niet uit. Maar ik ga zo even Roe even bellen. Even kijken of je deze kant op komt. Ik heb een beetje last nu in mijn knieën. Maar ik heb ook bijna 1,5 jaar gewoon zo wat niks niet gelopen. Dus mwah, komt ook wel weer goed. En ik weet nou niet of ik met dit ding praat. Deze. Of via mijn telefoon zelf. Maar dat merk ik straks alweer. Ja, een hele goede avond. Ja, zoals je ziet lig ik al lekker op bed. Dat betekent dat ik deze vlog gezellig met jullie ga afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En vergeet het belletje niet. Laters. Doei doei.